Nu het zo goed gaat met de coronacijfers, kan er in de derde week van juli misschien toch nog wat georganiseerd worden. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in het maandelijkse gesprek met RN7. Ja, zeker, dat kan. En, uh, en er zijn ook wat zaken die al opgezet worden. Onder ja. andere de, de voorjaarskermis. Die gaat eigenlijk naar juli. Het laatste het staartje van die kermis is ook juist in dat eerste weekend. van wat normaal de vierdaagse zou uh, zijn. Het, het moutfestival uh, wil ik zeker vermeld raden. Dat is ook twee keer uitgesteld. Maar dat gaat zeker door. En misschien kan er nog wel wat. Het zal wel bij kleine evenementen blijven. Om nu nog grote festivals te organiseren ontbreekt de tijd. Bovendien zijn er ook in juli nog beperkende coronaregels. Nou, dat is natuurlijk door de Vierdaagse feestorganisatie ook uitgezocht. En dat is bij duizenden en zeker bij tienduizenden mensen gewoon praktisch niet te doen. Tenzij iemand serieus durft te weten dat we de hele binnenstad moeten gaan afzetten. Maar dat zullen de winkeliers en de bewoners ook niet echt leuk vinden. Want dan kun je dus ook geen klanten en bezoekers meer ontvangen. Het hele gesprek met de burgemeester, inclusief zijn EK-voorspelling, is zaterdag om 8 uur te zien op RN7.